Wat heel belangrijk is, is om heel goed voor en achter je handen te wassen. Weet je wat ook belangrijk is? Om voldoende te bewegen. Toch? Nathan? Wat goed dat jullie er weer zijn. Ik heb er zin in. We hebben weer nieuwe oefeningen voor jullie. Mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, hey, dit is best wel makkelijk. Kan me niet voorstellen. Maar kijk dan gewoon de aflevering van vorige keer terug. Of misschien wel, doe deze extra nog een keertje. Twee keer. Of misschien wel drie keer. Ik zou het ook heel leuk vinden op het moment dat je het doet, de workout. Dat je misschien wel filmt. Dat je een post op social media, bijvoorbeeld op Instagram. Met de hashtag ZEFSportAtHome. Ben je er klaar voor? Ik zeker. Maar ik mis nog iemand. Wie was er vorige keer ook weer bij? Daar is die! De enige echte! Lavetsie Rutjes! We gaan ervoor, let's go! We gaan beginnen aan een warming-up. En Lavetsie mag bepalen welke warming-up we gaan doen. Wat gaan we doen? Jumping Jacks! Jumping Jacks, wat een moeilijke naam! Oh, zo gaat hij! Hij is al begonnen! We gaan lekker warm worden, Jumping Jacks, doe gezellig mee! Ja, doe gezellig mee! Gaat hij goed? We gaan een beetje warm worden. Hoppakee. Ja. Hoppakee. Ja. Handen in de lucht natuurlijk. En even meeslaan. Wat gaat hij goed? Wat gaat hij lekker? En wat worden we snel warm op deze manier? Maar hou vol, Lavetsie. Hou vol, hè. Want het is nu... Oh, we zitten nog niet op de helft. Oh, hou vol. Hou vol, we zijn nog niet op de helft. Benen uit elkaar. Benen uit elkaar. En tik je handen aan. Klappen. Alsof je nog nooit zo hard geklapt hebt. Wat een begin zeg ik van deze workout. Man. Huppakee, hou vol Lavetsie. Je wordt helemaal rood hé. Gaat die goed nog? Ja. Jullie thuis ook, gaat die goed nog? Hou vol hè. Nog 10 seconden. Ja. Oké, dan gaan we opklappen hè. 4, 3, 2, 1. En zijn we warm? Ja. Ik denk het ook. De volgende opdracht, daar moet je enorme armspieren voor hebben. We gaan namelijk gewicht heffen. En wat we daarvoor nodig hebben, is een artikel of een product in je huiskamer. Dan mag je daar nu naar op zoek. 20 seconden lang heb je de tijd om ze te gaan zoeken. Niet te zwaar, niet te licht, maar je moet in ieder geval mee kunnen gewicht heffen. Succes! Wow, kijk eens wat ik heb gevonden, Lavetsie. Twee bidons van ZEP gevonden. Twee bidons van ZEP Sport. Twee volle bidons heeft hij gevonden. Geweldig, want daar kan je makkelijk mee gewicht hebben. Kijk eens, en ik heb deze mop. Ik ben benieuwd wat jij gepakt hebt thuis. Je gaat hem vasthouden, Lavetsie heeft twee lossen. En we gaan zo direct gewicht hebben. Een minuutje lang, heel veel succes. Let's go! Omhoog en omlaag. Omhoog en omlaag. Omhoog en omlaag. Oh, je hebt echt spierballen nodig om dit goed te kunnen uitvoeren. Ja, hij gaat lekker. Een minuut is lang hoor, maar we gaan het volhouden. We gaan niet opgeven. Come on! Eén ding weet ik zeker, want we zijn nu al een half minuut bezig bijna, dat ik enorme spierballen ga krijgen van dit. Jemig hé. Ho, jongens, wat gaat het goed. Gaat het bij jou thuis ook goed? Hou vol hè, kanjes. Hé, hey, goed volhouden. Tik, omhoog Lavetsie. Hou vol jongen. Is het al zwaar? Ja. Is niet erg hè, als je even een rustpauze moet nemen. Dat is helemaal niet erg. Ho, en omhoog. Oeh, dit is echt zwaar. Ik hou me even in de lucht vast. Ja, want dit is mijn rustperiode. Oh, dit is pittig. Nog 10 seconden, kanjes. Hou vast. Blijf goed ademhalen. Het is nog, denk ik, 5 seconden. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Geweldig gedaan. En ik kan gelijk weer door met het poetsen van de vloer. De groetjes. Wat hij nooit doet. We gaan door naar de volgende oefening. En die volgende oefening is geweldig, want ik heb hier... Wow! Ik heb hier een bal. Die geef ik aan Lavetsie, alsjeblieft. En de volgende... Wow! Ja, die heb ik hier. Als het goed is, heb jij nu ook thuis een bal ontvangen. Een onzichtbare bal. En daar mag je een minuut mee alles doen wat je wilt. Dus we gaan hoog houden. We gaan goochelen. We gaan nu beginnen. Let op, ik gooi hem omhoog. Hup, tak. Ja, en hij gaat lopen. Na. Zo, lijf is lijf. Tik, tik, tik. Gaat dit goed thuis? Kijk eens, ik kan het op één been. Kijk eens. Hup, die bal blijft gewoon op mijn voet, hè. Ho, heb je nog die bal, Lavetsie? Omhoog. Ja, oh, ik heb hem laten vallen. Wacht even, dan gaan we weer. Hup, tak. Tak. Ho, ho, ho.
kan voetballen, hè, die vader van jou. Hup, tik, tik. Ja, hoe gaat het met jou, Lavetje? Doe thuis eens je allermooiste truc. Hup. Hij ligt in mijn nek. Had je niet verwacht, hè. En let op, hij gaat weer omhoog. Hup. Tik, tik. Ja, hup, op het bosje. Tik, tik. Ho, ho. Hoe, in het nekje. Ja, ja. Wow, wow. En weer in het nekje. Wow, wow. In het nekje. Ja, en ga door. Tik, tik. Gaat nog goed. Dat is toch best wel pittig, hè? Op het hakkie, op het hakkie. Dan is het maar nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En. Boef. Ik heb die bal weggeschoten. Dag, bal. Het is ontzettend belangrijk dat je voor de volgende oefening het alfabet kent. Want we gaan namelijk de letters I, T en W gebruiken in de volgende oefening. Ik doe hem één keer voor. Je begint altijd bij je borstbeen. Dan ga je naar de I. Ja, doe nog rustig mee. Terug naar je borstbeen. Dan ga je naar de T. Dan ga je terug naar je borstbeen en dan maak je een W. Dat gaat lukken, hè? De minuut gaat. Nu. Nu van start. Borstbeen, ei. Terug en T. Terug en woe. Terug en ei. Terug en T. Terug en woe. Terug en ei. Terug en T. Terug en tjaka. Ja, toch. En we gaan steeds sneller. Kan je het ritme bijhouden? Tik. Ja, dit is even. Ga gewoon door op je eigen tempo. Ga gewoon door. Ga gewoon door naar de T. Ga gewoon door naar de W. Ga naar de O. O, nee. Nee, wacht even. Naar de I. Ja, en T. Goed. En een W. Dat gaat helemaal mis. En een M. En een hartje. Nee, die hadden we niet. Wacht even. Terug naar de I. En de T. Hou vol. Hoor. En de poeh, ik ben zo sterk, W. En dan gaan we naar de I. En naar de T. En naar de W. En naar de I. En naar de 10. En 9. En 8. En 7. En 6 en 5 en 4 en 3 en 2 en 1. En daar was het alfabet voorbij. Was dit pittig of niet? Moi. En dit is toch wel eigenlijk een heel fijn moment. 1 minuutje, volledig rust. Lavetje en ik zijn er al bij gaan liggen. En het lijkt me een heel goed idee als je lekker gaat ontspannen en vervolgens schaapjes gaat tellen. Tellen jullie met ons mee? 1, 2. Oh, ik zie ze. Ik zie ze. 3, 4, 5. Ik heb er al 20 geteld. Echt waar? Ja. Gaan jouw schaapjes sneller over de dam? Ja. Ah. Wauw. Relax, hè? Oeh, 1 minuutje, helemaal niks, joh. Fantastisch. Oh, dat is een leuk schaap. Grappig. Ja. 28 seconden, volgens mij. Ja? Ja. Ik val bijna in slaap. Zo lekker, die schaapjes. Zo fijn. Oh. 7 seconden, of 10. 10 seconden? 5 seconden. Nee, mag ik de blessure tijd alsjeblieft? 3. De blessure tijd. 0. Wat? Oh, sorry. We zijn er weer. We gaan door naar de volgende oefening. We zijn aangekomen bij de volgende oefening en hier hebben we natuurlijk allemaal op gewacht. Je mag namelijk straks weer iets gaan zoeken in de huiskamer. 20 seconden de tijd. We mogen dus nu iets gaan zoeken. Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat pakken en wat jij gaat pakken. De tijd loopt door! Ik heb iets moois! Ik heb iets moois! Hè? We hebben allebei hetzelfde. Ja, maar dat is toch niet de bedoeling? Nee. Waar heb jij die nou vandaan? Heb ik ook ergens gezocht? Nou ja, goed. We doen het gewoon met de middelen die we hebben, toch? 2 ballen! Gaan we de oefening mee doen. Lavetje, kom maar, ga maar lekker zitten. Heb jij thuis iets gevonden? Ik denk het wel, hè? Gebruik deze, wat het ook is. Misschien is het wel een melkpak. Misschien heb je wel een pak rijst gepakt. Misschien heb je wel een bezem meer gepakt. Is wel lastig voor een bezem met deze oefening. Maar we gaan het doen zoals Lavetje doet. Alleen je mag proberen je knietjes. Lavetje, je knietjes mag je iets meer buigen. Ja, en je voeten mag je zo neerzetten. En dan mag je je rug iets meer naar achteren kantelen. Oh, ik voel het al alsof je in een achtbaan zit. En dan ga je dus
De bal zijwaarts bewegen. De tijd loopt nu. Yes. Oh, en dat voel je als goed in je buikspieren. Ga maar door jullie thuis ook. Ga door. Oké. Je ziet hè, dat mijn rug een beetje naar achteren hangt. Alsof we in de achtbaan zitten. Oeh. Oh, we zitten in de Python van de Efteling. En we gaan dus die bal naar de buitenkant brengen. En heel goed. Ga door, ga door. Zit je naar achteren met je rug? Ja. Ja. Oh ja, dit is toch weer wat anders dan hè, als je het zo uitvoert. Niet te rechtop gaan zitten. Lekker naar achteren. En we gaan door hè. En hoeveel is het nu met de tijd? Oh, we zijn nog steeds onderweg. Pats, pats, pats. En dan voel je het branden als het goed is in je buik. Maar dit is hartstikke goed voor je buikspieren, kanjes. Geloof me nou maar. Bal goed vasthouden, hou je nog vol. Het is nu 20 seconden. Oh, mijn buikspieren beginnen te branden, jongens. Hoe is het bij jullie thuis? Hou vol, hè. Oh, oh. Ah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 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 oh. Dit hebben mijn buikspieren echt pom. Verdiend. Door naar de volgende oefening. Zo direct ga je twee punten in je huiskamer aanwijzen waar je tussen gaat rennen. Dat doe je een minuutje. Maakt niet uit wat je kiest. Misschien wel vanaf de bank naar de televisie, vanaf de tafel naar de tv, van de deur naar deur. Kies gewoon twee plekjes uit en daartussen gaan we rennen. Klaar voor? Deur of trap? We gaan nu beginnen vanaf 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Ja, ga jij die kant naar Betsy en ik die kant. Tikkie. Hoppakee. Ja, dat tempo kan omhoog. Dat tempo kan omhoog. Ik ga je inhalen naar Betsy. Ja, 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 ja. Hup! Ja, goed. Hup, hup, hup. Yes, let's go, let's go. We zitten heerlijk hoor. Pa! Tik! Shit, shit, shit. Tak, pa! Hoppakee. Ja, Betsy, ik ga je inhalen, jongen. Je moet aan de bak en je moet blijven rennen. Je moet blijven sprinten. Doe je thuis nog gezellig mee? Gaat het goed? We zijn op de helft. Kom. Nou, Betsy, ik ga je pakken nu. Ik ga je inhalen. Ja, we gaan er echt een sprint van maken. Hoe gaat het thuis? Op je allersnelste, hè? Op je allersnelste. Wat zit er in die benen van jou? Nog 10 seconden. Woe! Ik ga binnen. Ik ga binnen. Nog 3 seconden. En het is gedaan. Geweldig gerend. Jij thuis ook. Fantastisch. 1 minuutje sprinten. Wat zeg je? Goed gedaan. Heel goed gedaan. Vind ik ook. En aan het einde van de workout is het natuurlijk altijd weer tijd voor een cooling down. Dus ik wil je vragen, loop naar de ijskast. Ga erin staan en dan word je vanzelf snel koud. Haha, dat is natuurlijk een geintje, man. Wat we gaan doen is een minuut lang freestylen. En wat doen we met freestyle, Lavetsi? Kan jij thuis dansen? Heb jij thuis wel eens gedanst? En je bent nu natuurlijk lekker in de huiskamer. Je bent natuurlijk lekker thuis in de huiskamer. En als je thuis in de huiskamer bent, dan kijkt niemand. Dus je kan gewoon doen wat je wilt. Je kan gewoon doen wat je wilt. En je kan natuurlijk laten zien wat je wil. En dan gooi eens even een lekkere salsa shake uit. Gooi eens even een lekker dansje uit. Goed, eventjes zo om je heen kijken. Even zo lekker zo. Ah, ta, hi, goed. Ah, tja. Lekker dansen, Lavetsi, tuurlijk. En gooi die handjes in de lucht, Lavetsi. En eventjes zo. Ja, natuurlijk. Even die lekkere dansen eruit gooien. En we gaan gewoon nog een paar seconden dansen. En dan ben ik zo trots op jou. Want we hebben het voor elkaar, jongens. Oh, oh. En we gaan dit helemaal weer oplossen. Hier, we gooien die spierwerkout er nog in. We doen alles om maar even een lekker dansje te maken. En schud het even met je billen. Schud het even met je billen. Gooi dat thuis af. Schud je nog even met je billen. Ja, natuurlijk. Oh, het is heerlijk. Ja. Gooi even lekker die swing eruit. Dan kan je ook met je billen doen. En gooi die handen in de lucht. En gooi die handen in de lucht. Ja ho, ja ho. En maak er nog even een vliegtuig. En dan is het nog 5. En dan is het nog misschien wel 4. En misschien is het nog wel 3. En misschien is het nog wel 2. En dan sluiten we af met het mooiste van allemaal. Woo! Cooling down is gedaan. Super gedanst joh thuis. Toppie. En zo is er weer een einde gekomen aan deze workout. Ik moet zeggen, tegen jou. Ja, echt tegen jou, hè. Daar, thuis. Je hebt het geweldig gedaan. Fantastisch. Lavetsi, ben je ook trots? Ja. Op de kinderen thuis. En waarschijnlijk ook de ouders die natuurlijk lekker meebewegen. Nou, mocht het nou zo zijn dat je niet moe bent geworden van deze workout. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar goed, misschien ben je wel super, super, super. Zei ik super? Ja, super fit.
dan kan je altijd nog de filmpjes terugkijken op het YouTube kanaal van Zapsport. Of je kan deze natuurlijk gewoon nog een keertje afdraaien totdat je een keertje moe wordt. Ik ben heel erg blij en heel erg tevreden en we zien elkaar bij de volgende aflevering weer. Hoi hoi!